Vanmorgen is de ijsdikte gemeten op de ijsbaan in Molud. 3,5 centimeter ijsdikte is nog wel te weinig voor een marathon in het meest noordelijke dorp van Limburg. De verwachting is dat na nog een nachtje vorst de eerste marathon geschaatst kan worden. Het is alleen jammer dat de ijsbaan zo klein is.